Na zijn hoogtestage in de Spaanse Sierra Nevada ging Bauke Mollema door naar de ronde van Zwitserland. Daarin won hij een etappe en pakte hij uiteindelijk de tweede plaats in het eindklassement. Een goed voorteken zou je zeggen. Als het de bedoeling is dat hij nog ietsje doorgroeit naar de Tour, ja, dan uh, wordt hij nog beter. En dan, het zal ook nodig zijn, maar dan... Uh... Daar nou, staat hij er heel goed voor, denk ik. De Tour is een totaal ander verhaal. Daar is de echte wereldtop aanwezig. Daar wordt veel harder gekoerst. En ik denk dat Bouke uh, een hele mooie renner is. Ik vind hem een betere rondrenner dan Robert Geesink. Maar top in de Tour moet je echt top zijn. En Bouke is subtop. De Ronde van Frankrijk telt twee individuele en één ploegentijdrit en dat is doorgaans niet Mollema's sterkste punt. Ik denk dat er meer verschil gemaakt wordt dit jaar in de zware bergetappers dan in de, in de tijdritten. Dus, ja, volgens mij is hij erop uitgelegd op Vroen en uh, dat is uh, dichter bij uh, Bouke zeg maar, dan... Uh... Een tijdrijder zoals Wiggins. De tijdritten, dat zag je ook wel in Zwitserland. Dan wordt hij wel derde in die tijdrit, maar op basis van de klim. En niet op basis van het vlakke stuk. En in de Tour zijn er twee uh, vlakke tijdritten. Ja, en dan gaat hij helaas vier, vijf minuten verliezen. Ik verwacht niet direct dat die, dat die top vijf dat dat erin zit. Uh, dus ik, ik zou zeggen... Uh... Tussen de 8 en de 12, dat dat mogelijk is in, in als het heel goed gaat, nou ja, richting top 5. Ik denk dat uh, een top 10, uh, dat dat te licht is voor hem. Dat hij zich moet richten op een top 5 en dan kijken wat er gebeurt. Ik denk dat uh, het veel mooier is als een renner als Bauke Mollema een etappe gaat winnen. Een mooie bergetappe, want hij kan dat wel hij kan goed aankomen, hij kan goed bergen op aankomen, dat heeft hij wel meermalen laten zien. Als hij in een groepje mee kan komen, dan kan hij een keer een fantastische overwinning halen. Het lijkt mij aansprekender dan op de achtste of negende plaats eindigen, want dat lijkt mij zijn voorland. De Tour de France begint op zaterdag 29 juni op Corsica.